De uitdaging was nog groter dan anders. Het Hyperloop-team van de TU Delft wilde niet alleen het eigen snelheidsrecord van 202 km per uur verbreken, maar het voertuig moest ook nog eens racen in de open lucht in plaats van in een vacuümbuis. En ik kan u verklappen, het record is ruimschoots behaald. En hoe, daarover spreek ik met teamcaptain Emma van de Ven. Emma, leuk dat je er bent. Dankjewel dat ik mocht komen. Allereerst eventjes om bij het begin te beginnen. Een Hyperloop, ja, wat is dat precies? Wel, Hyperloop is een nieuwe manier van transport waarbij voertuigen zich in vacuümbuizen voortbewegen. En omdat die buizen dus vacuüm zijn, is er geen luchtweerstand. En de voertuigen maken ook gebruik van magnetische levitatie, wat wil zeggen dat ze zweven. Dus ze hebben ook geen rolweerstand meer. En omdat er dus en geen luchtweerstand en geen rolweerstand is, kunnen Hyperloop voertuigen, of pods zoals wij ze noemen, snelheden tot 1000 km per uur halen. En dit is dus hoe wij het transport van de toekomst zien. Maar zonder dat je dan helemaal zo achter in het voertuig zit. Ja, het belangrijke is dus wel dat de versnelling en vertraging wel op, op een aangename manier gebeurt. Dat niet te snel of te hard versnelt en afremt. Is dit dan een beetje een alternatief voor vliegen binnen de EU? Ja, het idee is dus echt wel dat het inderdaad de korte tot middellange vluchten zou vervangen. Dus niet intercontinentaal, maar wel echt inderdaad binnen Europa, van het ene land naar het andere land. Zo zou je bijvoorbeeld met een Hyperloop in 30 minuten van Amsterdam naar Parijs kunnen. Zo, nou ja, dan sta je zo aan de voet van de Eiffeltoren. Hey, dit klinkt natuurlijk veelbelovend, klinkt tegelijkertijd ook als iets van heel ver weg. Tegelijkertijd zijn er verschillende partijen in Nederland al bezig, hè, zoals jullie. Ik las dat er zelfs een testcentrum in Groningen moet komen. Ja, schets eventjes, wie in Nederland is hier nou allemaal mee bezig? Er zijn eigenlijk verschillende partijen mee bezig, ook verschillende soorten partijen. We zijn een studententeam van de TU Delft, maar er zijn ook echt commerciële partijen mee bezig. En zowel die commerciële partijen als wij zijn ook aan het praten met de overheid en allemaal andere betrokken partijen die op een of andere manier zullen bijdragen aan een toekomst met Hyperloop. Omdat het tussen allemaal verschillende landen dat netwerk aangelegd gaat moeten worden, moet er heel veel samenwerking zijn tussen onder andere overheden, maar ook allerlei bedrijven, privé en commercieel. Dus dat, ja. Ja, daar is natuurlijk heel veel overleg voor nodig. Ja, je verklapte net al, jullie zijn natuurlijk zelf een studententeam. Ja, waarom wil jij hier aan meedoen? Is het echt een soort van kinderdroom al? Van, ik wil met de Hyperloop bezig gaan zijn? Of hoe werkt dat bij jou? Het is net iets anders eigenlijk. We zijn allemaal studenten van de TU Delft en we hebben daar dus allemaal ook onze opleiding gehad. En tijdens onze studie krijgen we al die kennis en al die leerstof en dat is allemaal heel erg leuk, maar dat is allemaal in de boeken. Ja. En door dit studententeam krijgen we eigenlijk de mogelijkheid om het toe te passen in de praktijk. En alles wat we geleerd hebben tijdens onze studie echt met eigen ogen te zien en zelf met onze handen bezig te zijn en het echt te maken. En dat is puur voor kennis heel interessant. En super leerrijk, maar het is ook heel leuk om dus met die kennis echt iets bij te kunnen dragen aan dus die toekomst van transport. Ja, dat lijkt me natuurlijk wel heel gaaf. Want je bent wel echt met een totaal nieuw concept ben je bezig. En dat lijkt natuurlijk wel leuk om daar een beetje aan de voet van, van te staan. Hey, wat was nou precies de aanleiding om deze recordpoging te wagen? Ja, dus we zijn een studententeam en elk jaar is er een nieuw team. En alle vorige jaren hebben we eigenlijk meegedaan aan de Hyperloop SpaceX competitie in LA. Maar dit jaar ging die competitie niet door. Wordt georganiseerd toch door Elon Musk? Ja, door Elon Musk. Ja. Door de man himself. Maar dit jaar ging die competitie dus niet door. En toen hebben we besloten om het heft in eigen handen te nemen. En te zeggen van kijk, het record van het vorige team dat in die buis in LA was neergezet was 202 km per uur. En wij willen gewoon op onze openluchttrack hier in Hilversum dat record verbreken. Om toch te bewijzen dat wat we gebouwd hebben, dat het gewoon dat werkt. Maar goed, ik kan me natuurlijk voorstellen, 202 km per uur, dat klinkt voor mij al enorm hard. Hoe verbreek je dan zo'n record? Hè? Hoe doe je dat? Wat komt er allemaal bij kijken? Je moet natuurlijk zo'n karretje sleutelen, je moet natuurlijk luchtweerstanden moeten optimaal zijn. Ja. Ja, we hebben niet voor niks een team van 33 studenten erop zitten. Dus het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar we hebben een hele goede band met alle vorige teams. Dus hun kennis krijgen we ook allemaal mee. Maar we zijn zelf volledig vrij om al onze keuzes te maken. En op één jaar beginnen we dus met echt een wit canvas. En we maken al onze designkeuzes zelf. Om dan ook echt te gaan bouwen, assembleren, testen. Dus we hebben dat hele voertuig zelf ontworpen en gemaakt in één jaar.
En ja, hoe verbreek je dat record? Ik denk heel veel leren van de vorige jaren en nog meer onderzoek doen en nog meer het proberen beter te doen. En dat, Ja, want er zat natuurlijk nog een moeilijkheidsgraad in, want het voertuig moest rijden op in de open lucht, terwijl dat normaal, hè, je vertelde ja. natuurlijk al, in een soort vacuümbuis gaat. Ja. En waarom moesten jullie eigenlijk überhaupt in die open lucht die recordpoging doen? Het aanleggen van zo'n buis is ten eerste ontzettend duur en ook heel veel werk. En we zijn eigenlijk al heel erg blij dat we samen met een paar van onze partners waar we mee samenwerken, die openluchttrack hebben kunnen aanleggen. Die was volgens mij vorig jaar aangelegd, ook met als doel om erop te kunnen testen als voorbereiding voor LA. Dus we zijn ontzettend dankbaar al voor zo'n testtrack. We hebben de langste testtrack van alle studententeams in Europa. Bijna 400 meter is die. Maar de buizen rondbouwen, dat is wel net weer een stapje moeilijker. Ja, ja, maar toch, hè, is het gelukt, ondanks dat het natuurlijk in de open lucht ging. Hoe groot is die euforie dan? Enorm, enorm. Ja, het is een jaar geweest met wel wat tegenslagen, wel wat moeilijkheden. En het feit dat we er toch konden staan met z'n allen, dat record verbroken, dat was enorm waardevol. Ja, dat doet veel goed. Hey, hoeveel, eventjes om het perspectief te schetsen. Hoeveel is dat dan, hè, in vergelijking met, want het is natuurlijk een contest van teams over de hele wereld. Ja. Is dat dan een beetje veel, zo'n snelheidsrecord dat je verbreekt, in vergelijking met andere teams? We hebben dus alle vorige jaren ook altijd in de finale gestaan. Ah. Dus Delft Hyperloop heeft altijd al in de finale gestaan. Dus we zijn ook wel bij de topteams, topstudententeams van de wereld die eraan meedoen. Ik denk het huidige record in de buis op een kilometer ligt ergens in de 400. Dus het feit dat we op 400 meter wat was het? 299 meter 360 per uur hebben kunnen halen in de open lucht is gewoon. Ja, dat is wel een. Ja, dan hoor je dus eigenlijk gewoon bij de top van de wereld. Ja. Te zeggen. Jullie doen, hè, jullie onderzoeken dat hele Hyperloop-concept. Het is natuurlijk niet alleen snelheid, maar het is ook hoe zorgen dat je nou prettig in zo'n voertuig zit. Ja, kun je al iets over die reizigersbeleving vertellen? Wat is zometeen belangrijk? Ik kan me voorstellen als je dan in zo'n karretje zit. Ja, het is natuurlijk donker. Ik heb een beetje beklemmend gevoel. Dat roept het dan bij mij op. Maar nee, daar zijn we ons ook van bewust dat we verwachten best wel een verandering in mindset van mensen. Omdat we gokken dat in 20 tot 30 jaar we met een Hyperloop kunnen reizen. En we vinden het daarom ook heel belangrijk dat mensen nu al gewend raken aan het idee. Omdat als je echt kijkt naar puur het reizen in een vacuümbuis, kan dat misschien, zijn mensen daar misschien een beetje afwachtend voor om daar effectief in te stappen. Maar zo zijn we bijvoorbeeld ook bezig met een virtual reality experience waar mensen echt kunnen rondlopen in het station en echt in zo'n pot kunnen zitten. En we hebben ook zeker dit jaar heel veel aandacht besteed inderdaad aan de passenger experience, zoals we dat dan noemen. En er zijn ook schermen aan de bovenkant van het voertuig die mee veranderen met het licht van buiten. Dus als het 's ochtends is, dan wordt het van donkerder naar meer licht. En er zijn ook animaties op die schermen te zien om wagenziekte of motion sickness tegen te gaan, zodat eigenlijk de reiservaring zo aangenaam mogelijk is en dat mensen toch een beetje het gevoel hebben van connectie met de buitenwereld. Ja, nou, allemaal enorm interessant. Dit is een onderwerp wat we blijven volgen. Enorm bedankt voor je komst naar de studio, Emma van de Ven. Dankjewel dat ik mocht komen. Ja, en met dit interview zijn we ook gelijk aan een einde gekomen van deze aflevering. Over 2 weken zijn we bij je terug met een nieuwe uitzending. En in de tussentijd kun je deze aflevering terugkijken via onze website. Enorm bedankt voor het kijken.